Hallo iedereen. Ik sta hier op wacht om mijn zoon op te halen, maar we zitten hier in België in examenperiode. En dan zijn ze vroeger klaar met school. En deze morgen had ik weer een hele fantastische sessie met de dames die nu in het groepstraject zitten. En ook zij gaven aan dat ze ook merkten dat energieën echt gek aan het worden zijn. Dat lijkt alsof iedereen aan het gek worden zijn, dat het een en al chaos om ons heen is. En net daarom is het des te belangrijker om dicht bij jezelf te blijven, om naar binnen te gaan, om te ademen, om gewoon te doen en terug te keren in het nu, om terug te keren naar de dingen die het belangrijkste zijn. En het stuk dat ik daarin dat mij ook weer opvalt, is de manier waarop dat we zo geconditioneerd zijn en zo proberen onze wereld of de dingen die gebeuren of gaan gebeuren of die eigenlijk moeten gebeuren van het zielsaspect, excuseer, angsten ook loslaten, om die zodanig te gaan willen controleren op zoals dat wij het willen, in de tijd dat wij het willen, op de dag dat wij het willen. En ik merkte zelfs, al ben ik zelf zo vaak mogelijk, of laten we zeggen, volledig geïntegreerd in een hoger bewustzijn, net zoals de meeste van mijn klanten ondertussen. Dan nog zijn er momenten waarop dat het weer lastig is om weer in die overgave te stappen, om weer in dat die staat van open te zijn en gewoon het naar je toe te laten komen, om het te laten ontstaan. En dat is geen dat nu de vrouwelijke energie nog meer weer wordt in uitgedacht om nog dieper in die overgave. Of nog, om nog dieper in die staat van ontvangen te stappen. En dus niet de, gewoon dingen te gaan doen, gewoon maar om te doen. Maar enkel maar alleen de dingen doet vanuit die afstemming, vanuit het, die verbinding met haar bron, met haar ziel. Omdat net nu de mannelijke energie door de chaos om zich heen voelende en nog te weinig in die stabiliteit of in die verbinding voelt, te weinig stabiliteit voelt in die verbinding met de eigen leiding, met de eigen vrouwelijke energie, maakt dat het ego eigenlijk wat weer meer naar boven komt drijven. En dat is ook het thema van de sessies van individuele sessies met klanten, waarin dat we ook aangeven van, zeker als je in afstemming bent met jezelf, met je gevoel, en dat je ook weet dat de dingen die je voelt, ook al zijn ze niet altijd van jou, maar dat ze ook altijd correct zijn. En wanneer je dat terugkatst naar iemand anders en die zegt van, nee, alles is in orde met mij, er is geen probleem, dan zegt dat niets over het feit of dat jouw gevoelens oprecht of correct zijn. Voor hetzelfde geld interpreteert die persoon dat op een volledig andere manier. Of vindt die andere persoon het lastig om inderdaad toe te geven dat het verlies van iemand lastig is. Of dat het werk waar ze in zitten, dat ze eigenlijk dat niet meer graag doen. Maar zijn ze zichzelf nog eigenlijk iets aan het wijsmaken. Dus ook daar is belangrijk om te vertrouwen op de dingen dat jij doorkrijgt. Want dat is niet voor niets dat jij, jouw intuïtie, jou die boodschappen heeft. En kijk, op, zeker nu ook naar het einde van het jaar toe, kijk op welke manier, in welke situaties, op welke momenten, probeer je eigenlijk nog vaak of veel te veel controle te houden. Want controle kan er ook zijn, en ik ga een voorbeeld geven, iets waar ik mezelf op betrapte, iets waar ik zelf doorkreeg. En waarvan dat ik voelde dat dat de beste weg was, omdat dat ook hetgeen was wat ik doorgekregen had. En ja, ik vertrouw op de dingen dat ik doorkreeg. Maar die, de dingen dat ik doorgekregen had, gingen niet over mij of over dingen dat ik moest doen, maar ging eerder over dingen dat iemand anders mocht of zou mogen doen. En dan zou je kunnen zeggen, van of gaan doen vanuit de controle, van ja, maar dat is zo doorgekregen, dat is hetgeen dat je moet doen. Maar wat als die persoon op dat moment er nog niet klaar voor is? Wat als die persoon het zelf eerst moet zien en echt volledig voelen en eigenlijk vanuit zijn of haar controle allerlei andere scenario's heeft geprobeerd om dan te moeten toegeven en vaststellen dat het inderdaad, hetgeen wat hij gezegd had, de weg was om te gaan. Dus ook daar, je kan mensen niet dwingen in hun groei. Je kan mensen niet jouw waarheid opleggen wanneer dat zij er nog niet klaar voor zijn om dat ook als een deel van hun waarheid te gaan
omarmen of gaan te absorberen. En dan ook nog, misschien gaan zij ook nooit die waarheid in de versie zoals jij het ziet. Misschien dat die wel een deel ervan gaan opnemen en absorberen, maar misschien ook een deel weer niet. Dus ook daar is belangrijk, zeker als Divine Feminine, dus als een vrouwelijke energie, om te gaan kijken van waar probeer ik nog controle te houden. En waar heb ik eigenlijk nog een stuk naar weerstand tegen? Waar vertrouw ik nog niet volledig in? En dat is hetgeen wat ik ook zelf elke dag leer met mijn connectie met mijn Divine Masculine, met mijn tweelingvlam. Dat het niet is omdat ik de dingen aanvoel en boodschappen doorkrijg, dat hij daarom die ook gewoon altijd gaat volgen zoals ik het zeg. Dus ook daar moet je merken en moet je kijken van waar vertrouw ik niet dat hij in staat is om inderdaad zelf ook die leiding te ontvangen en zelf de dingen te doen die belangrijk zijn nu op dit moment voor zijn groei. En hem daarin ook die controle geven voor een stuk, omdat misschien net ook dat het stuk is dat hij nu nodig heeft. Dus, en dat is de manier waarop dat die mannelijke en die vrouwelijke energieën niet alleen in jezelf werken, maar ook in connectie samenwerken. Dus hoe meer en hoe beter je weet dat die mannelijke en vrouwelijke energieën werken in jezelf, hoe dat je zelf, wanneer je zelf in je mannelijke energie stapt, wanneer je zelf in je vrouwelijke energie stapt, en dan gaat het zelfs niet over welk geslacht je hebt, dat je weet wat dat jouw natuurlijke energie is. Hè. Thrive je meer, voel je beter wanneer je in die vrouwelijke energie zit, of voel je je beter wanneer je in die mannelijke energie zit. En dat je, vandaar, wanneer je dat weet, ga je ook leren om veel meer die beide energieën in harmonie en in balans met elkaar te gebruiken. En dan ga je merken dat je bijvoorbeeld geen actie meer onderneemt omdat je denkt, omdat dat moet, of soms zelfs gewoon het te vlucht om die te moeten voelen. Maar dat je gewoon ook kan zijn. Dat je gewoon ook kan zeggen van kijk, vandaag hoeft niets. Vandaag mag gewoon alles. Nu hoef ik geen beslissing te nemen. Nu moet ik geen stappen zetten. Nu is de tijd er nog niet voor. En dan ga je merken dat hoe meer dat je keuzes maakt vanuit afleiding en wanneer je voelt dat de tijd ervoor is en niet gewoon omdat je denkt dat de tijd ervoor is of omdat je de druk voelt van het collectief of wat dan ook. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen: nu is het tijd en nu moet je mee. En nee, iedereen heeft ook een andere tijdslijn. Oké, collectief gezien, laten we zeggen, zijn de omstandigheden gunstiger om nu mee te gaan inderdaad in die ontwaking. Maar als jij er nog niet klaar voor bent, dan is dat oké. Dus ook daar vertrouw dat alles gebeurt zoals dat moet gebeuren. En een vraag dat ik vaak ook kreeg van klanten: waarom kon ik dat 3 maanden terug niet zien? Of waarom, je hebt mij dat al vertaald, maar waarom begreep ik het toen niet zoals dat ik het nu niet begreep? Wel gewoon omdat er op dat moment eigenlijk nog wat puzzelstukken nodig waren. Misschien had je gewoon nog een aantal ervaringen nodig, waardoor dat je nu veel beter begreep waar ik het over heb. Dus ook daar, als je geleid wordt naar video's van vorig jaar of van nog zelfs verder terug, kijk ook daarnaar. Niet alleen bij mijn video's, maar ook van anderen. Als je, kijk niet, hou je niet, pin je niet vast aan de datum, maar als je geleid wordt en naar een bepaalde video of een cursus of een blog geleid wordt, dan is dat omdat er ook een boodschap in zit. En je kan het ook gewoon ook vragen aan je team en je gidsen. Van, is het goed voor mij om dat te lezen? Een extra raad dat ik wil geven, zeker wanneer dat er veel meer angsten weer actief worden en weer veel negativiteit loskomt, is wanneer dat je iets leest of wanneer dat je naar iets kijkt en je voelt angst in je opkomen of je voelt weerstand, laat het dan los. Neem die boodschap niet aan en probeer het niet te forceren in je systeem. Vertrouw erop dat je ziel de dingen gaat opnemen, dat je ziel moet opnemen. En vertrouw erop dat je de lessen gaat leren, maar dat je ze moet leren. En zie je het nu niet, dan gaat het wel nog 100 keer op je pad komen totdat je het uiteindelijk wel snapt en doorhebt. Dus, ook nu, er is heel veel chaos gaande. Ik heb het ook in mijn nieuwsbrief gisteren geschreven. Er is heel veel angsten, die weer oude angsten, oude emoties, oude overtuigingen, die weer naar boven komen. Wat je misschien het gevoel van hebt van ik heb dat toch al aangekeken, ik heb dat getransformeerd, ik heb dat geheeld, waarom komt dat nu weer boven? Wel, eerst en vooral gewoon omdat het jou een extra les of een extra opportuniteit is om te kijken van oké, heb ik het inderdaad geleerd en geïntegreerd, voornamelijk als wijsheid, en ga ik inderdaad vanuit die vernieuwde wijsheid nu andere keuzes, nieuwe stappen, andere acties ondernemen. En twee, dat het wordt ook weer naar boven gehaald om te gaan kijken van oké, dat was hoe dat ik vroeger was, mijn oude versie. Ga ik daar nou mee resoneren? Resoneer ik daarmee? Doe ik dat nog in bepaalde situaties? Want het kan zijn dat je bijvoorbeeld nu in de situatie waar je nu tegenkomt, dat je dat wel nog had en dat je eigenlijk niet bewust over wat, ook in dergelijke situaties, die angst of overtuiging er was.
Het kan ook zijn dat er een bepaald stukje aan een overtuiging of een bepaalde emotie gekoppeld is aan die overtuiging, waar je daar nog niet van bewust van werd. Dus wanneer dat naar boven komt, ga niet gaan twijfelen, ga niet in negativiteit gaan zitten, maar ga kijken van oké, het komt naar boven. Wat wordt er mij nu nog getoond en waar zie ik het nog niet volledig? Laat mij het zien, toon mij wat er eigenlijk nog meer mag geheeld worden, nog verder mag uitgezuiverd worden. En dat is ook het stukje wat ik in het weekend gemerkt heb bijvoorbeeld. Rond die, dat je vanuit die Divine Feminine, vanuit die hele energie zelfs ook dan nog weer controle gaan uitoefenen. Onbewust of nu ondertussen weer bewust. En dat is hoe dat werkt. Telkens komen de dingen naar boven, je kijkt het aan, je blijft er niet in zitten. Je mag natuurlijk even als dat nodig is, dat is ook geen probleem. Emoties zijn niet slecht. Emoties zijn een manier van je lichaam om jouw dingen te tonen, om te vertellen wat er gaande is. Hè. Jouw lichaam is een hele belangrijke tool wanneer dat je vanuit dat hoger bewustzijn gaat gaan leven. En negeer het niet meer, want hoe meer dat je de signalen van je lichaam gaat gaan negeren, hoe erger dat zal worden. Dus, en dat is ook net het krachtige van zodra je ze gaat herkennen, ga je merken dat de pijn bijvoorbeeld gaat gaan wegappen. Of dat het probleem gaat gaan stoppen, gewoon stopt. En dat is hetgeen dat we in relaties ook heel hard zien, maar dat ik over laatst ook als uitleg gegeven had aan mijn klanten. Dat bijvoorbeeld wanneer je in een toxische relatie zit, dat je lichaam, en zeker als vrouw, je baarmoeder en je vagina, gaan altijd tonen wat dat er met je handen is. Als jij niet open staat voor die relatie en dus je niet volledig open kan geven, dan ga je weerstand beginnen krijgen, dan ga je uitslag beginnen krijgen, dan ga je last hebben, dan ga je pijn hebben bij wanneer je intiem bent enzovoort. En dat zijn signalen van je lichaam om te tonen dat die relatie niet meer oké is. Of dat er stukken zijn in je relatie dat je eigenlijk moet gaan aankijken, dat je gaat moeten overspreken. Dat er dingen zijn tussen jullie dat je niet volledig open en je veilig invoelt. En dus ook daar, want wat gebeurt er vaak? Dan zijn we wel intiem, dan delen we ons wel fysiek. Maar is er geen, doe eigenlijk ons hart en onze emoties en onze energie niet meer mee. Dat is gewoon puur fysieke twee dieren als het ware die gewoon intiem zijn. Dus, en dat zijn de dingen wanneer je een heilige relatie echt wel aantrekken en gaan vormgeven. Dat ook belangrijk is. Open communicatie, open delen. Maar bewusten in eerste instantie voor wat er gaande is. Bewusten waar jij in jouw triggers, waar dat jij in jouw wonden getriggerd wordt. En dat dan vanuit een veilige manier leren communiceren naar je partner. Zo, ik ga hierbij stoppen, want ik zie dan de jongens er aankomen. En ook mijn zoon komt eraan, zoals je kan zien. Wacht, hè. Ja. Dus ik ga hierbij stoppen en dan straks de video uploaden. Maar ik wens je alvast een hele fantastische dag en tot in de volgende. Dag!